Afgelopen vrijdag maakte Monika Geuze haar outre als nieuw panelit in de mestzinger. Terwijl Ruben Nicolai haar als een aanwinst beschouwt, uiten de kijkers thuis gemengde gevoelens over de oudvlogster. Met name haar scherpe grapjes vielen niet bij iedereen in de smaak. Monika heeft nu via TikTok gereageerd op alle ophef. Op sociale media, waaronder X, reageerden verontwaardigde kijkers op de opmerking waarin Monika Larette schrijver een oude tang noemde. Wat zei Monika nu ineens tegen onze liefste Lorette? Iets met oude tang? Sorry maar dit kan echt niet, al dus geschokte kijkers. In een TikTok video verduidelijkt Monika haar standpunt, ik zei oude tangen en niet oude tang. Ze benadrukt dat het geen persoonlijke aanval was, maar slechts een grapje gericht op Lorette, Gerard Joling en Carlo Bossart. Hoewel het publiek nog aan Monika moet wennen, zijn Rob Gozes en Carlo Bossart enthousiast. Rob meldt in RTL Boulevard dat Monika Spijs toevoegt aan het programma. Carlo Bossart, ondanks de oude tangopmerking, is blij met het nieuwe panelit en beschouwt haar als de ideale opschudder om het programma fris te houden. Tijdens de eerste uitzending moesten twee BN'ers al achter hun masker vandaan kruipen. Benieuwd naar wie het podium betrad voor een spetterend optreden? Bekijk de onthullingen en hints hieronder.